Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Another Chapter. We gaan het vandaag hebben over tips voor je eerste date. Ik heb 6 tips voor je op een rijtje gezet die belangrijk zijn bij je eerste date. En natuurlijk, je moet het helemaal zelf weten, dus gebruik deze tips als handvat en niet als handleiding, want natuurlijk, iedereen is anders en je moet vooral doen waar jij jezelf goed bij voelt. Tip nummer 1. Ben jezelf. Het maakt namelijk niet uit of je diegene nu al jaren kent of nog maar net kent of echt maar kent van een avondje stappen of nou net wat. Het gaat erom dat je jezelf bent. Blijf dicht bij jezelf. Ga niet in één keer lage make-up opdoen. Maar draag gewoon de make-up die je anders ook zou dragen. Net wat voor date je hebt. Dus ga je uit eten, draag dan dat soort make-up. En voor de man natuurlijk ook. Ga niet in één keer in een pak rondlopen terwijl je dat nooit doet. Dat is gewoon niet jezelf. En ook tijdens gesprekken die je met hem of haar voert, ben gewoon jezelf. Blijf dicht bij wie je bent. En stel je nou voor dat hij of zij ergens een mening over hebt waar jij totaal anders over denkt. Geef dat gewoon aan. Ga niet meelopen praten, maar blijf bij je mening. Hij of zij zal dat echt wel waarderen. En anders komt dat uiteindelijk toch uit en val je toch door de mand. Nummer 2 is: ga met je eigen vervoer. Dus stel je voor, je gaat naar de bioscoop, je gaat uit eten, je gaat minigolven, je gaat weet ik veel wat doen. Ga met je eigen vervoer. Niet omdat je hem of haar nog niet kent. Ik bedoel, als je jaren vrienden bent en je gaat nu naar de datefase, ja, dan kun je diegene wel vertrouwen. Maar stel je nou voor dat de date totaal een flop is. Je hebt totaal geen klik op je date. Er gaat iets mis, om wat voor reden dan ook. Je kunt altijd weg wanneer jij wilt. En anders blijf je afhankelijk van de anderen. Stel je voor dat je ruzie krijgt of het klikt totaal niet. En je wilt zo snel mogelijk van diegene af. Het is toch fijn als je je eigen vervoer hebt. Tip nummer 3. Heb de aandacht voor de ander. Dus als de ander iets vertelt, let gewoon goed op wat je vertelt. Stel vragen, toon je interesse. En probeer het ook te onthouden. Dan stel je voor dat er een vervolgdate komt. Dan is het wel fijn als je nog weet wat hij of zij een beetje gezegd hebt. En daarbij, het geeft aan de ander aan dat je daadwerkelijk interesse hebt. Of in ieder geval dat je hem of haar een kans geeft. Tip nummer 4. Bewaar de ex-files voor later. Ga niet meteen aan je date vragen hoeveel relaties hij of zij heeft gehad. Maar bewaar dat echt voor een date 2 of 3. Of in ieder geval wanneer je wat meer interesse hebt. Ik bedoel, wat maken zijn of haar ex er nou uit? Het gaat erom wie de persoon nu is. En al die exen die hebben diegene nu gevormd tot wie hij of zij nu is. Dus vergeet die exen, daar kom je later wel op terug. Tip 5. Stel je voor dat het nou echt klikt. Doe gewoon rustig aan. Plan er gewoon rustig op je gemak in date 2. En spring niet van de hak op de tak. Want vaak mislukken relaties daardoor. Maar gewoon neem de tijd om elkaar te leren kennen. En om aan te voelen of je bij elkaar past. En of je het voor je ziet om langer met diegene te zijn dan echt alleen op de date of net wat. Dus leer elkaar gewoon rustig aan kennen. Doe het met alles gewoon rustig aan. Want als je bij elkaar hoort, dan komt alles vanzelf wel. Tip nummer 6. Wees eerlijk. Niet alleen over wat je vertelt over jezelf en wie je bent en wat je denkt en wat je doet. Maar ook als het niet klikt. Ben daar eerlijk over. Ga niet zeggen, ja, ik bel je nog. Of ja, leuk, volgende date, we bellen nog wel. We maken nog wel een afspraak voor e-mail, we sms'en, we whatsappen, whatever. Maar zeg het gewoon eerlijk van, ja, oké, ik vond het wel gezellig, maar ik denk niet dat er een klik is. Stel je voor dat degene met wie je een date had jou wel ziet zitten. En jij gaat zeggen van, ja, bel me maar. Of we appen, we maken een afspraak, whatever. Dan heb je gewoon kans dat hij of zij je blijft. Nou ja, stalken wil ik het niet per se noemen. Maar dan ben je niet van diegene af. En op het moment dat je meteen eerlijk zegt, ja, luister, het was gezellig, maar dit gaat niks worden. Dan, goed, heb je minder kans dat diegene je gaat stalken. Mocht hij of zij je nou echt heel leuk vinden, ja, wie weet natuurlijk. Maar op zich kun je ervan uitgaan dat diegene je dan ook niet meer lastig valt. En dat waren mijn 6 tips voor de eerste date. Ik hoop dat je het leuk vond. En als jij nog een tip weet, zet het vooral hieronder neer. En doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer je hieronder even op mijn kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer. Houdoe!